Dit programma wordt u aangeboden door Yarden en Monuta. Omdat ik leef, ga ik een keer dood. Dat is zeker. Maar over mijn uitvaart heb ik nooit echt nagedacht. Ik stap daarom in een wereld die ik niet ken. De wereld van de uitvaart. Wat gebeurt er met me? Van de dood tot het graf. En wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Wat gebeurt er met de as na de crematie? Dat is één van de vragen die er nog voor mij overblijven. Je kunt as natuurlijk uitstrooien, maar mag dat dan ook overal? In de laatste uitzending van Mijn Uitvaart gaat het over nazorg. Dus, gecremeerd. Ja. En niet dat ik achterdochtig ben, ik vertrouw er echt wel op dat het allemaal goed komt, maar toch. Kan mijn familie de as van de dag van crematie meekrijgen, ja of nee? Nee, dat kan niet. Oh. Nee, de as die moet sowieso een maand bewaard worden op het crematorium. Waarom een maand? Ja, dat is een soort bedenktijd, zodat de familie niet overhaast beslist. Want er kan natuurlijk veel meer met de as gebeuren dan verstrooien. Mm-hmm. Ja, en ook zeker op zo'n emotioneel moment dat je dan niet de verkeerde keuze maakt. Ja, inderdaad. Oké. Nou ja, goed. Een maand dus. Ik denk, de kist die kost al genoeg. Ik neem mijn eigen bus mee. Ja. Kan dat? Dat kan. Er kan alleen niet alles in. Nee? Nee, is een beetje klein. Oké, want hoeveel as blijft er over dan naar de crematie? Ongeveer 2,5, 3 kilo. Oké, verschilt. Nou ja. Dat gaat inderdaad niet passen. Nee. Dus dan, wat dan? Nou, wat dan? Wat is de goedkoopste mogelijkheid? Dit is een hier gaat standaard zeg maar de as in. Als er geen urn is uitgezocht. Ja. Dat is de naam, wordt die dan ingestanst en een datum. Ja. En zo kan de familie het meekrijgen na een maand. En als het mooier moet, dan is er van alles mogelijk. Ja, dan kunnen we weer helemaal los, hè? Ja, ja. Ja. Allerlei kleuren, maten, vormen, ja. Sieraden zelfs? Sieraden kan ook, ja. Kettingjes, ringetjes, wat je maar wil. Wat je maar wil, inderdaad, ja. Nou, dat maakt de keuze niet makkelijker, maar ik stiekem weet ik het toch al, wat ik ga doen. Toch in het potje, denk ik, of niet? Nazorg heeft vele gezichten. Dat blijkt hier bijvoorbeeld, in Hoge Zand. Hier bezoek ik een herinneringsconcert. Speciaal georganiseerd voor diegenen die in het afgelopen jaar een dierbaar iemand hebben verloren. Uitvaartconcert, dat was jouw idee, hè? Ja. Ja. En waarom heb je dat georganiseerd? Het is de vierde keer dat ik het nu heb georganiseerd. Muziek zegt mij heel veel. Muziek zegt mij meer dan woorden. Hè? Zoals er ook in de toespraak werd verwoord van muziek zegt soms meer dan 1000 woorden. Mm-hmm. En vanuit dat perspectief heb ik gedacht van waarom gaan we niet een herinneringsconcert organiseren? Geen herdenkingsdienst. Een herdenkingsdienst wordt ook vaak geassocieerd met 4 mei. Maar herinneren via muziek, herinneringsconcert. Het dorp, ik weet nog hoe het was. De boeren, kinderen in de klas. Een kandidaat altijd op de keien. Het raadhuis met een bom ervoor. Een zandweg tussen koren en door. Het vee, wat is de reden waarom jullie hier zijn vanavond? Nou, mijn vader is vorig jaar heel plotseling overleden. En dat is gewoon ontzettend moeilijk. En we kregen die uitnodiging van Monuta. En nu we hier zijn is het gewoon heel warm. En voelt wel heel goed eigenlijk.
vooral de liedjes, dat wekt ook heel veel herinneringen op en emoties, ja. Als je die muziek hoort, dan zie je mijn vader gewoon staan. En dat maakt het best wel moeilijk, maar ja, ook wel mooi. Oké, nou, de as zit erin. Ja. En dan? Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat kan ik ermee doen? Nou, we staan hier in het columbarium. En een mogelijkheid is om de urn hier neer te zetten. Ja. In zo'n niche. In een niche? Ja. Ik wil geen niche. Ik wilde geen niche. Nee, dus nee. Ja, wat hebben we nog meer? Je kunt het begraven in een urnengraf. Ja, mee naar huis nemen, op de schoorsteenmantel zetten. Ja, nou, dat vind ik dan misschien nog wel... Ja. Maar... Nee. Nee? Nee. Oké. Nou, ik wil uitgestrooid. Ja. Ja. We zijn nu in het Noorderplantsoen. Dat is een plek waar ik elke dag doorheen fiets. Ik vind het in de zomer een geweldige plek ook om te zijn. Hier zou ik wel mijn eindbestemming willen hebben. Mag dat ook? Ja, in principe mag dat. Als je toestemming hebt van de eigenaar, van de grond, zeg maar. Dus dat is in dit geval de gemeente. Gemeente Groningen, ja. Bij deze. nou, dat zal niet voor iedereen. Hè? Wat is eigenlijk? Waar komt die, wat willen mensen eigenlijk in het algemeen qua asverstrooiing? Nou ja, wat het meeste gebeurt is het verstrooien van de as op het terrein van het crematorium, op het strooiveld. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk van alles. Mensen willen uitgestrooid worden vanuit de lucht, dus met een vliegtuig of op een boot. Dat kan ook, dat je op zee uitgestrooid wordt. Ja, in een ballon de lucht in en dan zo hoog dat die dan knapt en dat de as dan alle kanten opwaait. Vuurpijlen. Ja. Vuurpijlen kan ook, ja. Ja, dus er is van alles mogelijk. Als ring in bakken naar beneden valt, het ligt op hel weer door in leem vergaat, geef ik die water, kom door die taal, want ik mag die eibel schieten. Weer, dan sta je ineens voor een zaal met mensen die hier om een bepaalde reden zitten. Ja. Doe je dat vaker? Ik heb het een aantal keren vaker gedaan voor Monuta. Zo'nzelfde soort concert ook? Ja, hier in Kielzog, maar ook een keer op de begraafplaats in Veendam. En okay. Dat vond ik heel erg indrukwekkend. Waarom? Moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat was natuurlijk nou ja, op de plek waar de dierbaren zijn. En ja, daar sta je te zingen voor die mensen die iets hebben aan jou... muziek, aan jouw stem of wat dan ook, in jouw tekst. Dus dat was heel apart, heel bijzonder. Want voor heel veel Groningers, dat horen we dan, hè? Jouw muziek is een heel grote steun blijkbaar voor de Groningen. Dat hoor ik ook heel vaak. Ik krijg heel vaak mailtjes, brieven, kaarten van mensen die vertellen dat ze een lied van mij gedraaid hebben op een uitvaart. En... ja, of dat ze iets nodig hebben, dat ze graag iets willen laten horen wat ze niet hebben. En mij, ja, contact met mij zoeken van, zou je een cd of een liedje of een mp3 of wat dan ook. En dat is altijd geen probleem. De schoot valt er niet in de woeste zee. Ga je weg op Nobera. En wat is de reden waarom u hier bent vanavond?
Ja, nou, dat is eigenlijk heel moeilijk. In die zin van, ik heb net mijn schoonmoeder verloren. Die is 97 jaar geworden. Dat is allemaal begeleid door de heer Huizeling. Maar ik heb een zoon van 45 die komt te overlijden. Dus die heeft, nou, die is ernstig ziek, zeg maar. En ja, ook daar zijn we mee bezig, want dat is ook op termijn. Alleen dat is erger dan dat je dus je familieleden, dus ouders. Het is een verkeerde volgorde wat nu gebeurt. Maar ja, goed, daarom komen we ook niet aan. Ik zeg tegen mijn vrouw, we zitten nu in een trein. Ja, en we moeten rijden. En we kunnen niet uitstappen onderweg. En dat is ook iets, daarom zijn we hierheen gegaan, dat je toch, nou ja, nogmaals, je bent er constant, je ligt en opstaan, je bent er constant mee bezig en bij betrokken. Alleen dus, nou ja, daar is dit toch wel een, ja, daar heb je een goed gevoel bij. En bij het huilen kunnen we dan ook nog af en toe lachen. Ja, dat moet ook, hè. Als ik om alles als maar bibi blist, want ik mag die eibel schiet. Ik mag die eibel schiet. Zo. Tot slot, Dick. Ja. Ik weet wat ik wil. Ik wil graag een opbaring thuis. Ik wil opgehaald worden in een koets met twee Friese paarden. Staatsbosbeheer is gecremeerd. Maar wat gaat dat grapje eigenlijk kosten? Nou, ik denk dat dat toch wel een 6.000-7.000 euro gaat kosten. Ik denk dat dit ook wat, nou ja, wat uitgebreider is, ja, dan de gemiddelde, ja, uitvaart. Ja. Maar wat kost de gemiddelde uitvaart dan? Nou, eenvoudige crematieplechtigheid kost 4.000, 5.000 euro. Mm-hmm. Ja. Dus verzekeren is waarschijnlijk wel een goed plan. Dat is wel dan, verstandig. Ja, ja, als je het niet hebt liggen, hè, als je zelf geen geld of spaarpotje hebt, dan... Oude sok, dan is het verstandig dat je daarvoor verzekert. Ja, dat wordt opschalen. Ja. Ja. Nou ja... Dat was hem, hè? Het zit erop. Ja. Ja. Ga je mee een kopje koffie drinken? Lekker. Een plakje cake? Lijkt me helemaal goed. Oké.